Paul Mannaert is met zijn 24 jaar en een wereldtitel op zak. Misschien wel de grote uitdager straks van Rico Verhoeven. Hier in de Jordaan, hartje Amsterdam, traint hij bij Majiro Gym. Onder leiding van zijn vader, kickbokslegende André Mannaert. Tijd om meer over vader en zoon te weten te komen. Sometimes you just feel tired. Nou heb je behoorlijk wat grote namen al hier gehad, toch? Ja. Veel wereldkampioenen ook. Ja. Rob Kamel natuurlijk, vind ik de grootste van hier. Andy Sauer, Lucien Cabin, Fred Royers, Youssef Jamali, Peter van Os. Mensen komen vanaf de hele wereld, komen hier naartoe om toch eventjes binnen te lopen. Om toch even te kijken waar al die grote legendes al dat zweet in de muur hebben gemaakt. En je ruikt het ook als je binnenkomt natuurlijk. Ja, dus dat is heel goed dat we geen reuk-tv hebben. Nou, is het wel zo, ik bedoel dit niet lullig, maar het stelt natuurlijk niet zo heel veel voor. Er zit niet een hele gym achter. Nee, ik kan wel ijzer gaan drukken en touwtjes gaan trekken en weet ik het allemaal. Met die touwen zo. Maar je wordt sterk door te stoten. Zo, wat een atleet. Goed, maak maar geluid. Ja, muziek met je handen. Kom maar. Blijf naar boven kijken. Als klein kind liep je hier toch al rond? Ja, ik liep hier zeker rond. Ik deed altijd mooie hutten bouwen van de trapkussens en allemaal dat soort dingen. Ik was altijd vaak aan het spelen of ik zat op de zandzak als ze aan het sparren waren. Je kan hem hebben! En ik was nooit echt zo bezig met het trainen. Ik zie de grijs van André. Royal is pas op zijn 18e begonnen. Waarom is dat eigenlijk? Mocht hij niet van jou? Ik heb het niet gezegd dat ze moesten. Ze moesten niet. Nou, ik heb een vader gehad die wou me altijd op de fiets hebben. Als wielrenner? Ja. Maar dat is niet gelukt, want dat ga je toch niet doen wat je vader wil. Dus ik heb altijd gedacht, nee, ik moet hem niet... Nee, laat hem maar gaan. Dus ik ben blij dat hij mij nooit gepusht heeft. Op een gegeven moment had ik voor mezelf het doel gesteld, oké, ik ga me focussen op kickboksen. En ik ben er toen ook professioneel voor gegaan, dus echt alles laten vallen. Ook het sociale leven een beetje laten vallen natuurlijk. En ik ben er gewoon voor gegaan en ik sta nu waar ik nu sta. En dit is eigenlijk pas nog het begin, want we gaan nu weer door naar de volgende stap. Nou, is hij pas 24? Ja, wordt wel eens gezegd, het is misschien wel de opvolger van Rico. Of degene die Rico kan gaan verslaan. Nee. Wordt de tijd van Roland Manna. Ik kan er nu natuurlijk heel hoog van de daken schreeuwen van ik ga hem pakken en weet ik het allemaal. Maar weet je, dat ligt niet in mijn aard, dus dat ga ik ook niet doen. Ik wil gewoon de beste zijn en als ik daar iemand moet voor verslaan die op dat moment de beste is, dan zou ik dat doen. Rico is dan een paar beetje ouder en die wil filmster worden. En wij zijn dan nog eager. Hè? Dus dan gaan we toeslaan. Toch nog hoor.